Laten we openen met een kort gebed. Heer, kom met uw Heilige Geest. Kom in ons hart en ontsteek in ons het vuur van uw liefde. Heer, zend uw Geest uit, zodat wij herschapen worden. Heer, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Wij vragen u dat wij door diezelfde Heilige Geest, bij het lezen van de woorden van de Schrift, uw vertroosting mogen ervaren. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vertroosting ervaren. In ieder mens zit een hunkering naar geluk. En wij weten dat je een geluk kunt vinden in de mensen en de omstandigheden die je gegeven zijn. Maar dat er toch eigenlijk ook altijd iets blijft knagen, iets van een zekere onrust, die alleen maar tot rust komt bij God. Natuurlijk mogen wij gelukkig zijn in dit leven, maar wat wij hier doen, deze dagen, dat is ons gezamenlijk richten op God. Zorgen dat God niet in het rijtje komt te staan van de dingen die ons gelukkig maken. God past niet in een rijtje. En vreemd genoeg, ook bij ons, mensen van de kerk, is dat toch soms de ervaring. Dat God moet concurreren met andere zaken die onze aandacht opeisen. En dat gaat subtiel en dat gaat langzaam, maar het gebeurt. Er schijnt wel een soort zwaartekracht te zijn in ons leven. Geestelijke zwaartekracht. En als die werkt, dan raken we iets van onze focus kwijt. Gebeurt niet opzettelijk, maar toch, de dagelijkse bezigheden, de omstandigheden van ons leven, die kunnen ons zo in beslag nemen dat die onrust weer terugkomt. Wat we ook doen. God is er wel, maar hij is één van de zaken aan wie we aandacht geven. Wat wij deze dagen doen, dat is eigenlijk een bezinning houden om alles op zijn plaats te zetten. En God op de eerste plaats. Om het met een woord van Jezus te zeggen: zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u erbij gegeven worden. Dat is wat we oprecht willen proberen, willen doen vanavond. Daarom vervolgen we in het evangelie van Johannes het lijdensverhaal. We hebben al gelezen een heel stuk en we zijn eigenlijk aangekomen daar waar Jezus overgebracht wordt van, zeg maar, de rechterstoel van Pilatus naar Golgotha. Hoofdstuk 19, vers 17 en 18. Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgotha. Daar sloegen ze hem aan het kruis, en met hem nog twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. U kunt zich wellicht nog herinneren dat de evangelist, toen Jezus daar bij Pilatus voor de rechterstoel stond, dat de evangelist dat heel precies had aangeduid, die plek. Met twee woorden. Pilatus had Jezus gebracht naar Litostrotos, in het Hebreeuws Gabbata. En nu heb je weer zoiets. Jezus komt naar de schedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Dat is geen toeval. Dat is opzet. Het evangelie, de evangelist, laat ons de parallelie voelen. Waarom? Wat met woorden gebeurde bij Pilatus,
Dat gebeurt nu in daden. Het wordt uitgevoerd, het wordt intens, het verdiept. En daar willen we ons op voorbereiden, in de diepte gaan. Het begint met een merkwaardige uitdrukking. Zelf zijn kruisdragend. Misschien is uw eerste gedachte, ja, maar er was toch een Simon van Cyrene die het kruis droeg? Of gedwongen werd te dragen? Johannes vermeldt dat niet. Maar als je heel precies leest wat het evangelie wel zegt, dan staat er, het kruis voor zichzelf dragend trok Jezus de stad uit. Dat betekent, Jezus wordt niet meegevoerd. Nee, hij trok de stad uit. Het is zijn initiatief. Hij is de handelende persoon. En dan staat erbij, voor zichzelf het kruis dragend. Dat betekent gewoon, hij had er een bedoeling bij. Hij deed het voor zichzelf. Wat hier gebeurt is niet omdat Pilatus het wil, of omdat de hoge priesters het willen, maar omdat Jezus het wil. Je mag terugdenken aan wat Jezus tegen Pilatus gezegd heeft. Hij zei, dit ligt niet in uw macht. U zou geen macht hebben als u die niet van boven gegeven was. We komen dus op Golgotha. En het evangelie laat goed doorklinken dat Jezus het initiatief heeft. Dat het de wil van de Vader is die hij hier volbrengt. Op Golgotha laat het evangelie, ik zou bijna zeggen, ons rondkijken. Goed aandachtig kijken. En dat doet het evangelie in 5 korte stukjes. Die gaan we nu 1 voor 1 langs. In rust, om ze goed te horen. Er is een stuk over het opschrift van het kruis. Er is iets, 2 verzen over het onverdeelde onderkleed. Er zijn 3 verzen over het geestelijke moederschap van Maria. 3 verzen over de dorst en de dood van Jezus. En dan nog 7 verzen over de doorstoken zijde van Jezus. Dat alles is er te zien op Golgotha. We beginnen met het opschrift aan het kruis. Pilatus had ook een opschrift laten maken en op het kruis doen aanbrengen. Het luidde, Jezus de Nazoreër, de koning van de Joden. Vele Joden lazen dit opschrift, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, lag dicht bij de stad. Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks. De hoge priesters van de Joden nu zeiden tot Pilatus, ge moest er niet opzetten de koning van de Joden, maar hij heeft gezegd, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Vier verzen voor dat opschrift, terwijl de hele kruisiging zelf in 1 vers vermeld werd. Hier is iets wat de evangelist ons wil laten zien. Golgotha lag dicht bij de stad en iedereen kon het zien. Dat is belangrijk. Pilatus schreef, er staat er letterlijk, Jezus de Nazoreër, de koning van de Joden. En we kennen allemaal die 4 letters die op onze crucifixen, op onze kruisbeelden zijn afgebeeld. I-N-R-I. Jezus Nazarenus Rex Judeorum. Jezus de Nazoreër, koning van de Joden. Waar het bij dit opschrift om gaat is dat het exact dezelfde woorden zijn die de soldaten hebben gebruikt in het praetorium. Waar niemand het kon zien, want dat was binnenin. Ze hebben hem daar bespot, gegroet, de koning
van de Joden. Maar diezelfde woorden gebruikt Pilatus nu in het opschrift en iedereen kan het zien. Het is heel openbaar. En de betekenis is, hier wordt aan iedereen Jezus voorgesteld, plechtig voorgesteld. Dit is de koning van de Joden. Het is leesbaar in alle wereldtalen, Hebreeuws, Latijn, Grieks. Natuurlijk zijn er hoge priesters en die erop afdingen en zeggen, je moest niet schrijven koning der Joden, maar hij heeft gezegd koning der Joden. En dan geeft Paulus een beroemde antwoord, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Zo is het. Het heeft geklonken in het hele Romeinse proces. Pilatus heeft met Jezus gesproken over, ben je koning? En Jezus heeft gezegd, ja, koning ben ik. Koning van de waarheid. Pilatus heeft op het einde Jezus naar buiten gebracht, uit het pretorium en voor het volk gezegd, zie hier uw koning. Als dit zo nadrukkelijk op het kruis wordt getoond, dan gaat er een appel van uit. Dit is onze koning. Kun je hem aanvaarden? Jezus is koning. Maar zijn troon is blijkbaar het kruis. Als dit de koning is, waar is dan zijn volk? Waar zijn wij? Dat is het volgende waar de evangelist onze aandacht voor vraagt. In twee verzen die vol zijn van betekenis. Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren. Voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok, die echter zonder naad was aan één stuk geweven van bovenaf. Daarom zeiden ze tot elkaar, laten we die niet scheuren, maar erom loten wie hem krijgt. Aldus moest de schrift vervuld worden, ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en dobbelden om mijn gewaad. Jezus hangt aan het kruis en zijn kleren worden verdeeld. Op een bijzondere manier. Een manier die alle evangelisten herkend hebben als iets wat voorspeld is in Psalm 22. Psalm 22 begint met die woorden die in de andere evangelies aangehaald worden. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is het eerste vers van Psalm 22. En verderop in die psalm staan deze woorden die Johannes aanhaalt. De anderen niet, maar hij wel. Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar en dobbelden om mijn gewaad. Hier vervult zich iets wat in de schrift staat. Maar tegelijk mag je ook zien dat het de gewoonte was van de Romeinse soldaten om dat te doen. Zij die het beulswerk deden, kregen als een soort beloning de povere bezittingen van de veroordeelden. In dit geval de kleren van Jezus. En ze maken er een spel van. De kleren worden verdeeld, maar de lijfrok, het onderkleed, die is uit één stuk, daar zit geen naad in. Die kun je niet zomaar delen. En dan zeggen ze, laten we die niet scheuren. Die uitdrukking, laten we die niet scheuren, dat is geen toevallige uitdrukking. Die resoneert in het hele evangelie van Johannes, zelfs in de hele schrift. Dat is een bijzondere uitdrukking. Je komt ze tegen. In het Oude Testament al. In het eerste boek van de koningen wordt beschreven hoe onder koning David het land verenigd is. 12 stammen, 1 grote natie onder 1 koning. Maar die eenheid, die wordt bedreigd. Onder zijn zoon Salomo komen er al scheurtjes in. Er blijft nog wel één, maar
onder de opvolgers van Salomo zal het land splitsen. En dan krijg je een Noordrijk met 10 stammen en een Zuidrijk met nog 2 stammen. En in het eerste boek van de Koningen staat een bijzondere profetie daarover. 11e hoofdstuk. In die tijd gebeurde het dat Jerobeam vanuit Jeruzalem op reis was en onderweg de profeet Achia uit Silo ontmoette. Ze waren alleen in het open veld. Achia droeg een nieuwe mantel. Hij pakte die, scheurde hem in 12 stukken en zei tot Jerobeam: neem 10 stukken, want zo zegt de Heer, de God van Israël, 10 stammen van Salomo's koninkrijk scheur ik los uit zijn hand en die geef ik aan u. 1 stam mag hij behouden omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem. In deze korte profetie uit het Oude Testament hoor je hoe het volk scheurt. Hoe het opgesplitst wordt in 2 delen. En dat wordt uitgebeeld met een profetisch gebaar. Een mantel die in stukken wordt gescheurd. Kleren die worden gescheurd. Als de soldaten zeggen bij Jezus, laten we die niet scheuren. Dit is 1 van die plaatsen in de Heilige Schrift die dan meeklinken. En we kunnen altijd gewoon onze eigen vertaling lezen, maar hier is het nog iets meer om te zien wat er werkelijk staat. In het Grieks wordt het woord schizomai gebruikt. En wij kennen het zelfstandig naamwoord van die stam. Schisma. Dat is het woord dat de soldaten gebruiken. Het onderkleed wordt niet gescheurd, niet gesplitst. Splitsing, schisma, dat heeft betrekking op een groep, op het volk, en niet zozeer op kleren. En inderdaad, in dat evangelie van Johannes, waar Jezus ook kwam, speelt dit een rol. Je leest in hoofdstuk 7 hoe hij bij het Loofhuttenfeest in Jeruzalem was. De evangelie zegt dan: op het horen van deze woorden zeiden sommigen uit het volk: dit is inderdaad de profeet. Anderen zeiden: het is de Messias. Weer anderen riepen op: komt de Messias soms uit Galilea? Heeft de schrift niet gezegd dat de Messias zal komen uit het geslacht van David en uit Bethlehem, het dorp waar David woonde? En dan komt er een conclusie. De evangelist zegt: zo ontstond er om hem verdeeldheid onder het volk. Letterlijk, schisma onder het volk. Als Jezus bij een andere gelegenheid in Jeruzalem is en de blindgeborene heeft genezen, gebeurt dat nog een keer. De fariseeën vroegen dus hoe hij het gezicht herkregen had. De blindgeborene zei: ik deed slijt op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Toen zeiden sommige fariseeën: die man komt niet van God, want hij onderhoudt de Sabbat niet. Anderen zeiden: hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen? En het evangelie concludeert: zo was er verdeeldheid onder hun. Schisma onder hun. En het gebeurt nog een keer, ik ga het allemaal niet lezen, in de passage waar Jezus spreekt over de goede herder. Ook dat geeft verdeeldheid van meningen. En ook daar wordt gezegd: om deze woorden ontstond opnieuw oneenigheid, zo vertalen wij het, onder de Joden. Schisma. En dan, bij dat kruis van Jezus, wordt gezegd: geen schisma. Overal waar hij kwam, waar hij openlijk gesproken heeft, waar iedereen het kan horen, zoals hij dat bevestigd heeft bij Annas in dat verhoor, overal ontstond schisma. Maar hier aan het kruis laten we het niet splitsen.
Als Jezus gekruisigd wordt, dan betekent dat iets voor het volk, voor de eenheid van het volk. Het gaat over ons. De meest belangrijke tekst hierbij, dat is wat de hoge priester van dat jaar, Caiaphas, erbij gezegd heeft. Het staat niet in het passieverhaal, maar er wordt wel naar verwezen. Het staat in hoofdstuk 11. Daar is het Sanhedrin bijeen, omdat ze ongerust zijn, omdat zoveel Joden in Jezus geloven, nadat ze gezien hebben dat hij Lazarus uit de dood heeft opgewekt. En vanuit die onrust komt het Sanhedrin bijeen, wat moeten ze doen? En dan neemt de hoge priester Caiaphas het woord en zegt, je begrijpt er niets van. Je denkt er niet aan dat het beter voor u is dat er één mens voor het volk sterft, dan dat het hele volk ten onder gaat. Sterven voor het volk. En Johannes zegt erbij, dit zei hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester in dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet voor het volk alleen, maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen, tot één te brengen. Geen splitsing, maar eenheid. Als Jezus sterft, dan is dat omwille van de eenheid van het volk. Het volk was verdeeld, feitelijk. Al sinds de ballingschap waren Joden verspreid geraakt over het hele Middellandse zeegebied, diaspora. Sommigen van hun kwamen elk jaar met het paasfeest terug naar Jeruzalem als bedevaders. En na een paar generaties kenden ze geen Hebreeuws meer, spraken alleen nog maar Grieks. Jezus heeft ze ontmoet. En het evangelie vertelt over die ontmoeting. Als mensen terugkomen uit de verdeeldheid. Als Jezus in Jeruzalem aankomt, hoofdstuk 12, dan staat er, onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding, waren ook enige Grieken. Dat zijn dus Joodse mensen uit het buitenland, die alleen Grieks spreken. Deze klampten nu Filippus van Bethsaida in Galilea aan en vroegen hem, Heer, wij zouden Jezus graag spreken. Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Filippus en Andreas de boodschap aan Jezus over. En dan komt het. Jezus antwoordde, het uur is gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Op het moment dat mensen uit de verdeeldheid, uit de splitsing terugkomen, weet Jezus wat er gaat gebeuren. Dat zijn uur gekomen is. Dat hij het volk zal samenbrengen. En het ontroert hem, het raakt hem. Hij zegt, nu is mijn ziel geroerd. Wat moet ik zeggen? Vader, red mij uit dit uur. Maar daarom juist ben ik tot dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Als het evangelie ons op Golgotha laat zien dat de kleren van Jezus verdeeld worden, maar de lijfrok niet gesplitst wordt, raakt dat ons? Kan het ons ontroeren, zoals het Jezus ontroerde, toen ze naar hem vroegen, mensen uit de verdeling? Johannes heeft er nog een woord aan toegevoegd. Nu heeft er een oordeel over deze wereld plaats. Nu zal de vorst deze wereld worden buitengeworpen. Wanneer ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, zal ik allen tot mij trekken. Wat het evangelie laat zien, dat heeft een bedoeling.
Jezus aan het kruis trekt ons aan. Als Jezus aan het kruis hangt, is er een nieuwe werkelijkheid te zien. De geboorte van een nieuw volk. De kinderen die verstrooid waren, komen samen. Een nieuwe gemeenschap van mensen die luisteren naar zijn stem. Gemeenschap die wij later kerk gaan noemen. Dat is de strekking van dat ongedeelde, niet gesplitste onderkleed. Een enkel woord staat er. Maar heel het evangelie trilt mee als je dat woord hoort. Het heeft Jezus ten diepste bewogen. Wij, die verstrooid waren, of zoals Jesaja het zegt, wij waren alle als schapen verloren gelopen, wij worden door de goede herder samengebracht. De goede herder die zijn leven geeft. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij. We worden opgeroepen om hem te kennen zoals die is. En te zien dat hij onze koning is en wij zijn volk. Op diezelfde plek en op datzelfde moment dat de kleren van Jezus verdeeld worden en het onderkleed niet gescheurd wordt, gebeurt nog iets. Dat is het volgende wat het evangelie ons laat zien. Het gaat over de moeder van Jezus. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren, stonden bij Jezus' kruis zijn moeder, de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die hij lief had, zei hij tot zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling, zie daar uw moeder. En van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich in huis. De evangelist laat ons door zijn ogen kijken. Hij keek eerst naar het opschrift, dan naar het kleed van Jezus en nu kijkt hij naar de moeder van Jezus die daar staat en de leerling die Jezus lief had. En hij gebruikt daar een verrassend woord dat Jezus gebruikt en dat ook vol diepte zit. Jezus spreekt zijn moeder aan met vrouw, zie daar uw zoon. Dat is op zijn minst heel ongebruikelijk, dat je je eigen moeder zo aanspreekt. De moeder van een ander, de vrouw van een ander, kun je zo noemen, maar je eigen moeder? En hoe vreemd is het dat de evangelist wel Maria de vrouw van Clopas, Maria Magdalena, met name noemt, maar de moeder van Jezus niet met name noemt. En de leerling ook niet. Dat alles is geen toeval. En het helpt ons om dieper in te dringen in het evangelie, om dichter bij Jezus te komen. De eerste aanwijzing is een hele eenvoudige. Terwijl de soldaten hiermee bezig waren. Dat betekent, wat er bij de moeder te zien is, dat hangt samen met wat er bij dat kleed te zien is. Het ligt in het verlengde. Het kleed dat niet gesplitst werd. De eenheid die Jezus tot stand brengt door de mensen samen te brengen rond zijn kruis. Daar heeft de moeder iets mee te maken. Onverdeeld kleed en de moeder van Jezus. Veel mensen hebben nagedacht, natuurlijk, over die bijzondere uitdrukking, vrouw, zie daar uw zoon. Ook dit is een woord dat niet toevallig één keertje gebruikt wordt, maar waarbij ook de hele evangelie meeklinkt, ja zelfs weer
de hele schrift. Je kunt het terugvinden in het Oude Testament. Er zijn heel veel plaatsen, bij de profeten met name, waar over het volk gesproken wordt als over een vrouw, vrouwe Sion. Ik noem er maar eentje. Jesaja schrijft bijvoorbeeld, sla uw ogen op en zie, uw kinderen zijn verzameld. Zie, al uw zonen zijn van ver gekomen, uw dochters worden op de arm gedragen. Dat zegt de profeet tegen vrouwe Sion. En zij verbeeldt het hele volk in eenheid. En niet alleen profeten, ook in de psalmen kun je het vinden. Psalm 87. Van Sion zal het heten, ieder is daar geboren. De Heer tekent het aan bij de naamlijst der volkeren, één die daar geboren is. Van moeder Sion zal het heten. Vrouwe Sion staat voor het hele volk en anderen kunnen daar aansluiten. Je kunt het nog niet helemaal begrijpen wat Jezus met dit woord uitdrukt, als je niet het begin van het evangelie erbij bedenkt. De eerste keer dat Jezus in het openbaar optreedt, als je het zo wil noemen, dat is in Cana, in Galilea. En de moeder van Jezus is daar. De bruiloft van Cana noemen wij dat. En daar valt het woord vrouw. De evangelie zegt, op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tot haar, vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Vrouw, is dat soms uw zaak? Mijn uur is niet gekomen. Maar op Golgotha is zijn uur gekomen. Wat er in Cana gebeurt, heeft iets te maken met Golgotha. In Cana zei de moeder van Jezus, ze hebben geen wijn meer. En allereerst is dat gewoon een constatering. Er was niet genoeg voor iedereen. Maar tegelijkertijd betekenen die woorden iets meer. De evangelist, en hoe langer je leest, hoe meer je eraan bent, die vindt zijn woorden en zijn uitdrukkingen in het Oude Testament. Dat is zijn taal, zijn woordenboek bijna. En die uitdrukking, ze hebben geen wijn meer, die is ontleend aan de profeet Jesaja. Jesaja beschrijft in het 24e hoofdstuk hoe de toekomst van de wereld eruit ziet. Een wereld die zich niet aan het verbond houdt. Die gaat ten gronde. Jesaja heeft daar sterke woorden voor. Hij zegt, de verlaten stad ligt in puin. De toegang tot ieder huis is versperd. In de straten roept men klagend om wijn. Ze hebben geen wijn meer. Alle vreugde is verdwenen, alle gejuich verbannen uit het land. Dat is wat Maria aanhaalt. Profetenwoorden. De wijn was op, ja. Maar in de wereld was de vreugde weg. En daar spreekt ze haar zoon op aan. Om de wereld te redden. Om redder te zijn. En daar gaat Jezus ook op in. Hij zegt, vrouw, is dat soms uw zaak? Het is zijn zaak en hij zal de wereld redden als zijn uur gekomen is. Daaraan herinnert Jezus als hij zegt, vrouw, zie daar uw zoon. Hier is hij de redder van de wereld. Hier brengt hij zijn volk bijeen. En op dit plechtige moment draagt hij zijn moeder over.
aan zijn leerlingen. Dat betekent concreet aan de leerling die daarbij staat, die de anderen vertegenwoordigt. Dat is zijn functie van die leerling, om de moeder van Jezus aan te nemen. Dat staat er ook. Van dat ogenblik af nam de leerling haar bij zich. Onze vertaling zegt erachter, bij zich in huis. Maar die woorden staan eigenlijk niet in de tekst. Het gaat ook niet om, ik zal maar zeggen, de oude dagsvoorziening voor Maria. Het gaat om iets anders hier. De leerling, vanaf dat ogenblik, nam haar bij zich. Nemen, dat is iets wat je kunt doen met een voorwerp. Je neemt een boek. Jezus nam de broden bij de broodvermenigvuldiging. Maar als het voorwerp niet een ding is, maar een geestelijke werkelijkheid of een persoon, dan kun je niet zeggen nemen in onze taal. Dan zeg je ontvangen of aanvaarden. In het evangelie zegt Jezus deze woorden ook, ontvangt de Heilige Geest. Letterlijk staat er, neemt de Heilige Geest. Maar wij zeggen dan ontvangt. Dat is wat de leerling doet. Hij ontvangt van Jezus zijn moeder. Hij aanvaardt wat Jezus openbaart. Aan het kruis openbaart Jezus dat zijn moeder de moeder is van het volk van God. De leerling gelooft dat. Hij neemt het aan. Als je dit leest, erbij stilstaat, dan wordt er dus een beroep gedaan op ons geloof, om dat aan te nemen. Het woordje nemen, als u dat zou willen nakijken, lees dan eens de proloog van het evangelie. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen namen hem niet aan. Maar aan allen die hem wel aannamen, allen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen kinderen van God te worden. Aannemen, in deze geestelijke zin, betekent geloven. De leerling gelooft wat Jezus hem zegt. Je kunt dus door de letterlijke betekenis van de woorden heen doordringen tot die geestelijke betekenis. Johannes was erbij en hij beschrijft het op zo'n manier dat die woorden ons helpen om door de oppervlakte van de kruisiging en de pijn en de wreedheid heen te kijken naar een nieuwe werkelijkheid. Jezus sterft en de kerk wordt geboren. En ze krijgt van de stervende Messias zijn moeder. Dat is wat het evangelie laat zien. Als dat geklonken heeft, dan gaat het evangelie door met de dood van Jezus. 3 verzen. Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de schrift vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond daar een kruik vol zure wijn. Ze doopten er een spons in, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus van de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. Daarop boog hij het hoofd en hij gaf de geest. Deze korte omschrijving van de dood van Jezus, beste vrienden, die brengt ons opnieuw bij het hart van het evangelie. Alles wat hier gebeurt, zegt de evangelist, gebeurt volgens de schriften. Wanneer Jezus zegt, ik heb dorst, dan weet hij dat de schrift vervuld is in alles wat daar gebeurt. In de overdracht van zijn moeder aan de leerling. In het niet scheuren
van zijn onderkleed. Wat profeten voorzagen, is nu vervuld, volbracht. De soldaten die het horen, verstaan het zo niet. Die verstaan het heel materieel. En dan krijg je dat met die spons en die zure wijn. Ik heb dorst, had Jezus gezegd. Ze verstaan het heel letterlijk, maar de dorst van Jezus gaat niet over lichamelijke dorst. De dorst van Jezus gaat over wat hij wil geven. Als Jezus zegt, ik heb dorst, dan is het zoals bij de vrouw bij de bron van Jacob in Samaria. Geef mij te drinken. Maar uiteindelijk wil hij niets krijgen, maar haar iets geven. Hier ook. Als hij zegt, ik heb dorst, wil hij niet iets te drinken hebben. Hij wil iets geven. Ze verstaan het niet. En als mensen Jezus niet verstaan, dan herneemt hij het. Hij herhaalt het. Dat doet hij weer. Met deze woorden. Het is volbracht. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Dorst hebben betekent voor hem de geest geven. Jezus geeft de geest. Die woorden, die hebben in onze taal een hele banale betekenis gekregen. Als een machine kapot is, dan zeggen we, heeft de geest gegeven. En we vergeten dat die woorden eigenlijk voor het eerst voorkomen in het evangelie. Daar is hun oorspronkelijke plaats. Als je weten wil wat ze betekenen, kijk dan terug in hoofdstuk 7 van Johannes. Daar, bij dat loofhuttenfeest, staat: op de laatste en grootste dag van het feest stond Jezus daar en riep met luide stem: als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Die in mij gelooft, hij drinken. Zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En de evangelist voegt daaraan toe: hiermee doelde hij op de geest, die zij die in hem geloofden, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dit is de sleutel om de laatste woorden van Jezus aan het kruis te verstaan. Ik heb dorst is zijn ultieme verlangen om het meest eigene en kostbare te geven wat hij heeft. De Heilige Geest. Hij gaf de geest met een hoofdletter. Hij heeft erover gesproken op die laatste avond met zijn leerlingen. Dat hij zou gaan, maar ook zou blijven. En dat als hij ging, de geest zou komen om hun alles in herinnering te brengen wat hij gezegd had. Ze konden het toen niet vatten. Kunnen wij het vatten? Dat dit het diepste verlangen is van Jezus, bij ons te zijn? Door zijn geest die in ons leeft, van wie wij de tempel mogen zijn? Je kunt het passieverhaal eigenlijk niet volgen, als je dat verlangen van Jezus niet kent. Hij geeft zonder iets terug te houden. Mensen in hun goedheid kunnen soms geven en veel geven. Ouders hebben heel veel over voor hun kinderen. Maar die zeggen ook vaak, ik bewaar nog een appeltje voor de dorst. Jezus niet. Hij geeft alles. Een liefde tot het uiterste. Hij geeft zijn geest. Zo sterft Jezus. Je moet bekennen dat de tijd eigenlijk om is. Als u mij veroorlooft, twee hele kleine dingen nog. Het evangelie gaat namelijk nog even door,
ook al is Jezus gestorven. Daar merkt de evangelist op, die erbij stond, dat de benen van Jezus niet gebroken worden, maar dat zijn zijde wordt doorstoken. Twee dingen. Benen worden niet gebroken, de zijde wordt doorstoken. En hij verbindt dat met twee teksten uit het Oude Testament. Dat de benen van Jezus niet gebroken worden, dat deden ze soms om de dood te bespoedigen, dat verbindt Johannes met een tekst uit Exodus. Exodus, waar verteld wordt over de strijd tussen de Hebreeën en de Egyptenaren. God heeft ingegrepen in die strijd. Men moest een lam nemen, een gaaf, mannelijk, eenjarig lam, slachten en het bloed aan het hout strijken. Zo zou er redding komen. Wie kan dat bedenken? Als Jezus zijn benen niet gebroken worden, want dat mocht met dat paaslam niet gebeuren, zijn beenderen mochten niet gebroken worden, als dit nu met Jezus gebeurt, als zijn bloed aan het hout is, dan gebeurt wat bij de uittocht uit Egypte beschreven wordt. Hij is de redder. En het tweede wat hij ziet is, zijn zijde wordt doorstoken en dan vloeide bloed en water uit. Bloed uit een wond is normaal. Maar water? Doktoren hebben daar allerlei gedachten bij ontwikkeld over plasma of weet ik het wat. Er staat gewoon water. Johannes, die het zag, verbindt het met een woord van de profeet Zacharia, een van de kleine profeten. En Zacharia, in zijn boek, heeft een lange profetie opgenomen en in die lange profetie staat: over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal ik een geest van mededogen uitstorten die hen tot bidden brengt. Dan zullen ze opzien naar hem die ze hebben doorstoken. En in diezelfde profetie, een paar verzen verder, staat: op die dag zal er voor het huis van David en de burgers van Jeruzalem een open bron zijn die zonde en onreinheid wegwast. Dat is wat Johannes zag. Als de zijde van Jezus wordt geopend, wordt er een bron geopend met fris water, die zonde en onreinheid wegwast. Als hij doorstoken wordt, zullen ze naar hem opzien. Er zal een geest van mededogen worden uitgestort die tot bidden brengt. Dit is wat Johannes gezien heeft. En de woorden die hij daarbij zegt, daarmee wil ik afsluiten. Want hij beschrijft dit met een heel duidelijk doel. Die het gezien heeft, getuigt hiervan. Zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid zegt, opdat ook gij zoudt geloven. Dat woordje gij, tweede persoon, dat zijn wij. De evangelist spreekt hier rechtstreeks tot u en tot mij. Hij heeft dit gezien, hij getuigt ervan, opdat gij, wij dus, zouden geloven. Opdat wij zijn blik zouden kunnen volgen en gaan zien wat hij is gaan zien. Opdat wij tot geloof komen. Omdat we zullen opzien naar Jezus aan het kruis. Opdat we de geest aannemen die God ons wil geven. Kerkvaders hebben gezegd bij de geopende zijde, water en bloed, doopsel en eucharistie. Maar de geest, denk maar aan het vormsel. Dan heb je alle drie de initiatiesacramenten. Hier ontstaat de kerk. Zijn wij. Zo schrijft de evangelist
over het lijden en de dood van Jezus. Hij beschrijft feiten, historische feiten. Maar hij maakt ze transparant. Voor ons. En de bedoeling is dat wij dat kunnen zien en uiteindelijk zelf transparant worden. Dat in de woorden die wij zeggen en in de daden die wij doen, mag doorwerken wat God aan het doen is. Dat wij als leerlingen vrucht dragen. Dat wanneer wij ondervraagd worden, we niet zeggen wel nee, maar ons bekennen tot Hem. En in dat bekennen zelf groeien als leerling van deze Heer. Laat ook vanavond het even stil worden om bij dat kruis te zijn. Om die woorden heel eenvoudig door je heen te laten gaan. En te zien waar het raakt. En er dan op ingaan. We zien elkaar dan terug om 9:30 om deze avond af te sluiten met de compleet.